Voor mij persoonlijk was het aspect van het science fiction aspect, dacht ik, en ik heb dat nogal gehoord, maar ik had ook onmiddellijk zoiets van, ja, dat is zo, kan Vlaanderen dat wel doen of zo, zoiets met in het verleden dingen terugsturen. Maar op de manier al een beetje dat dat geschreven was, met dan te weten hoe dat hier eraan toe zou gaan en de professoren dan gisteren ook hier, ik die ze voor het eerst zag en die zo wat bezig hoorden, heb ik zoiets van ja, absoluut. Het kan zeer goed. Mocht dat ooit ontstaan, zou dat ook niet onlogisch zijn dat dat op een plek gebeurt als bij een universiteit à la de KU Leuven, waar dan mensen effectief jaren onderzoek doen naar een... als dat ergens moet gebeuren, dan zal dat wel in zo'n omgeving gebeuren. En als je die doktoren dan bezig hoort, blijkt dat die machinerie, de welke wij gebruiken, vrij dicht bij de realiteit komt. En dat zijn natuurlijk maar theorieën, maar die zijn daar wel... ja, dat ze theoretisch misschien ooit wel mogelijk zijn. Zoals het zwarte gat mogelijk zou kunnen zijn bij de deeltjesversneller. Zo, wel op dat niveau, maar wel, als het ooit, zal het wel hier zijn. Alles over het Belgische cinema op cinevox.be.